tweede beweging die heel vaak gedaan wordt om extra lenigheid te creëren is het rollen achterwaarts en dan voor een groot gedeelte ook voorwaarts. En ook daarbij heeft iedereen zijn eigen manier en dit is ook weer een inspiratie. Dus ik ga wat varianten daarop laten zien, zodat jij kan gaan kijken van hey, wat kan ik eigenlijk en hoe doe ik dat? Yes? Dus het is leuk achterover rollen en daar gaan we steeds wat dingetjes bij doen. Ik laat eerst even vanuit dit beeld iets zien. Want ga vooral in eerste instantie ook goed ontdekken als je naar achteren gaat van of je dat liever doet met je rechterbeen eerst los of met je linkerbeen. Het is heel onnatuurlijk om twee tegelijk te doen, want dat kost veel meer kracht. Dan ga maar eens voelen of je beide kanten om en om ook kan doen. En de grootste tip die vaak is deze. Doe maar eens alsof je een bal pakt. En die bal die breng je richting de binnenkant van je, iets boven je buik. Waarbij je ook meteen voelt dat je de rug mooi in laat zakken. Dus vanuit die beweging ga je daar naartoe. De rug wordt bol. Dan voel je al dat de beweging naar achter is. Voet gaat mee en je rolt. Bal boven het hoofd neerzetten. Terug naar de borst. En weer terug. Vanuit deze positie ziet het er zo uit. Pak de bal, leg hem op de borst. Bal boven het hoofd zetten. Dan rol je makkelijker door. En op de terugweg. Bal weer naar de borst. En uitstrekken. Nu laat ik meteen wat varianten zien in voetpositie. Nu zie je mijn voeten tegen elkaar, maar dan ben ik hier, ben ik klaar. Ga ik zo meteen twee varianten even snel laten zien. Dat is deze, naar achteren. Terugkomen, kleermaker zit. En dan zul je merken dat ik meteen makkelijker door kan gaan. Dit stukje naar voren is ook een leuk extra component. 90-90's combi. 90-90 positie. Werk ik daar naartoe. Terug. Eventueel naar die, hè? Dan ga je ze wel combineren. Terug in het midden, naar achteren gaat mijn voet. Op. Dat is even leuk om wat variaties te brengen in wat kan je nou doen met de benen. Ik ga nu even een zijwaartse deze kant op. Want bovenin is ook heel veel leuks te doen, vooral voor de onderrug. Dus ik ga nu weer hetzelfde principe doen. Hè? Die rug wordt bol, ik beweeg er naartoe. Handen plaats ik boven het hoofd. Mijn benen rusten nu op mijn ellebogen. Als ik nu mijn hakken naar mijn billen ga brengen, die, dan zul je zien dat ik ook weer terugrol. Kost me geen kracht, maar het is een leuk spelletje. Even als ik ze hier ook verder door kan strekken, dan zie je dat ik ook meer invouw. Die heb je, maar wat ook een leuke is, is als deze neutraal is, als ik mijn armen daar naartoe beweeg, zak ik ook door. Je nek moet het leuk vinden, wees lief voor jezelf. Maar als ik mijn armen heel rustig naar die kant op ga bewegen, dan zul je zien dat ik ook terugrol. Dit is even een leuke variant om te gaan balanceren en te gaan voelen van hé, wat doen mijn benen nou in het geheel en mijn armen. Een andere mooie variant is deze. Dus ik ga mezelf weer even in deze positie brengen. Hier. Ik steun erop, maar ik kan ze ook weghalen, want ik ben nu in balans. Oh, kijk, mooi meespelen. Ik ga nu er een spelletje van maken. Dus ik ga proberen te balanceren. Oh, en mijn armen en mijn benen te gebruiken om... Wow, nu ga ik verder door. En vind ik terug. Om hier te balanceren, zonder dat mijn nek het vervelend vindt op mijn rug. En weer even eruit, want op een gegeven moment wordt het vanzelf vermoeiend. Geef jezelf dan even wat rust. Dus die ging ik op zoek met mijn armen en mijn benen om te spelen. En nu ga ik heel erg in mijn rug spelen. Ik laat ook even vanuit twee hoeken zien. Dus gaan we deze kant op. En nu ga ik eens kijken, wat kan ik nou doen aan draaien? Ik haal even met deze arm weg, dan ben ik iets meer zichtbaar. Ho, en als ik uit balans ben... Ga ik rustig naar voren, kom ik weer terug en ga ik het spel weer doorvoeren. En ga eens kijken van, hé, wat kan ik nou met de rug doen? Ik laat ook even het andere gezicht zien. Ga ik even stoel draaien. Krijg je die. Draai ik rustig om. En net wat ik aan het doen was, zoals dit. En dan kan je op een gegeven moment ook de been mee laten zakken. Dan weer helikopteren. De ademhaling doet mee in het geheel. En iedere keer als ik te ver naar voren ga... Rol ik terug. Dus niet tegenhouden, maar gewoon laten gaan. Dat zijn vooral voor nu de grootste leuke speelvormen die je hebt met dat achterwaarts-voorwaarts rollen. Kan je er nog uitvergroten? Ja, natuurlijk. Als je meer kracht erin gaat gooien, kan je nog meer gaan opstrekken. Dus ga je meer die kant op. Dat kan ook nog en daar variant in. En dat is meer voor de gevorderde groep als je nek goed ontspannen is. Kan je ook nog leuker een achterwaartse koprol van maken. Maar daarbij zijn de handposities wel belangrijk. En
En wat dan belangrijk is, is als je over die kant wil rollen. Dus je start zo. Als ik die kant over wil rollen, over links voor mij, voor jullie rechts, gaat die hand uitgestrekt worden. Mijn hoofd kijkt die kant op. En door dan met je benen te gaan spelen, ga je op een gegeven moment voelen van, oh, als ik die iets meer uitstrek, dan ga ik een achterwaarts koppel maken. Wat je dan bijvoorbeeld krijgt is deze. Ga naar achteren. Ik ben weer in balans. Die strek ik uit. Kant op mijn hoofd. En als ik nu met deze ga reiken, dan maak ik rustig een achterwaartse koprol. Ja? Het is heel logisch dat je links of rechts een voorkeur hebt. Dus je gaat ook beide kanten oefenen. Maar doe het heel relaxed. Dus ook eerst weer even tot middenpositie. Ik ben nu in balans. Dit wordt mijn steunhand. Die leg ik weg. Ik kantel die kant op. En ik ga reiken met mijn benen. En ik heb ontspannen een achterwaartse koprol gemaakt. Ter inspiratie met rollen.